Ik heb gelezen, ja. Wat de dikke advocaat heeft gezegd na die wedstrijd van Feyenoord. Ja, ja. En ik ga nu alvast zeggen, jongens, luister goed. Goed, luister wat ik zeg. Ik ben nog steeds, en ik sta daar helemaal achter, achter alle maatregelen die zijn genomen. Dus dat betekent goed je handen wassen, 1,5 meter afstand houden en een mondkapje voor. Als het dus heel erg druk is op straat en in winkels en noem maar op, dan even het ding op en klaar. Dat zijn de maatregelen en die steun ik helemaal. Maar wat ik niet steun, dat is verwarring. Ja, verwarring. En daar zorgt, zeg maar, de leiding van Nederland, en of dat nou Rutte is of Abu Talib, die zorgen daar een beetje voor. Je moet geen verwarring zaaien. Want dat is wat ze aan het doen zijn een beetje. En Dick advocaat, die heeft daar dus iets van gezegd. Dick heeft gezegd, luister eens goed, er mogen hier maar 3000 mensen. En we hebben het gezien in die Kuip, die zaten allemaal zo ver verspreid van elkaar. Dat een mondkapje was daar echt niet heel hard nodig hoor. Nee. We moeten eerlijk zijn en eerlijk blijven. Daar gaat het om. Ja. Ik steun de maatregelen, maar geen verwarring. Daar gaat het om. En dit is verwarring. Want Dick zei, er zitten er maar 3000 in de Kuip. Maar er mogen er wel duizenden en duizenden en duizenden op de stranden bovenop elkaar zitten. En dat is allemaal in orde. Dat is toch ook niet uit te leggen aan de mensen in de horeca. Die snappen daar toch helemaal geen ene moer van. Die moeten allemaal keurig de namen en de telefoonnummers opschrijven. Doen ze dat op het strand ook? Nee, natuurlijk niet. En mogen ze daar zingen op het strand? Ja, dat mag allemaal wel. En mogen ze daar schreeuwen op het strand? Dat mag allemaal wel. Dus ik begrijp dat heel goed, dat Dick advocaat daar iets over heeft gezegd. En dan krijgt onze kleine Dickie ook nog op zijn flikken in het AD, omdat hij dan zogenaamd het gezag ondermijnt van Rutte en van Abu Talib. Onzin, natuurlijk mag Dickie dat zeggen. Zeg dat maar gewoon, Dick, en je hebt gelijk, want ik ben het helemaal met je eens. Dit is te veel verwarring. Aan de ene kant laat je half Nederland bovenop elkaar zitten op het strand. En in het Feyenoordstadion in dit geval, daar moet iedereen heel ver uit elkaar en allemaal met een mondkap op. Nee, dat kan niemand begrijpen. En daarom worden mensen chagrijnig. En daarom worden mensen opstandig. Omdat ze dat niet snappen. En ik snap dat. Ik snap dat ze het niet snappen. Nee, natuurlijk niet. Nee, dus daarom is mijn vraag, wees duidelijk met je maatregelen en stop de verwarring.